Goedenavond, dames en heren, iedereen hier op de Freetil voor deze nabeschouwing van de wedstrijd Waasland-Beveren tegen Genk. Een wedstrijd geëindigd op 0-1 in het voordeel van de bezoekers uit Limburg. Bij ons uiteraard de coaches van beide ploegen en we gaan traditiegetrouw beginnen met de bezoekende coach, Peter Maas. Goedenavond, welkom op de Freetil en ja, felicitaties met deze overwinning. Kunnen we het een verdiende overwinning noemen voor Genk of eerder een logische overwinning? Of welke woorden moet ik gebruiken? Zeg jij het maar. Ja, logisch moet je zeker niet gebruiken, want ik denk dat Waasland genoeg troeven heeft in huis voor elke ploeg het hier heel moeilijk te maken. En daarom ook dat wij geopteerd hebben voor een laag blok en controle. Dat wij zelf een beetje ruimte zouden kunnen krijgen en dat wij eigenlijk de middelen die zij gebruiken, dat wij daar vandaag het rendement zouden van hebben. De eerste helft lukte dat in de controle vrij aardig, maar naar doelkansen niet. Waarom? Omdat wij toch iets te weinig die diagonalen gebruikten vanuit de midden. Te weinig diep in ons spel en ook dat onze voorspelers te passief waren. Vooral in omschakelingsmomenten dat wij eigenlijk niet de snelheid gebruikten die ze in huis hebben. Want er was vanuit de negatieve pressing van hun was er elke keer terug een goede balrecuperatie. Hebben we de tweede helft proberen te corrigeren. Moeilijk vierde kwartier, tweede helft. Ook deels door onszelf, omdat we in eerste fase met Laszlo denk ik heel slordig waren. De vlam in de pijp, wat hier kan gebeuren van achteruit de tribunes. En dan hebben we een moeilijk vierde kwartier. En daar herstellen we van. En dan denk ik dat we eigenlijk stelselmatig heel goed in de wedstrijd zijn gekomen. Dat we meer vooruit zijn beginnen te spelen. En dat we enkel toch goede mogelijkheden. En dan zeg ik niet echt tot een doelkans, maar toch mogelijkheden voor iets te creëren. En dan heb je eens een moment nodig zoals vandaag. En zoals Bailey van een van de weinige keren echt een snelheid zijn diepte gebruikt heeft. En die bal in de 16 meter. En dan heb je een gelukje. En dit was vandaag duidelijk een wedstrijd van wie er scoort, die zou winnen deze wedstrijd. En ik denk dat wij nog niet echt gediend geweest zijn op verplaatsing door mogelijkheden, door resultaten. En ik denk dat we vandaag misschien iets te veel krijgen, maar we zijn er in ieder geval heel content mee. En onze betrachting was, en dit was een sleutelwedstrijd voor ons, dat wij op verplaatsing zouden kunnen winnen vandaag. En die twee volgende wedstrijden thuis, die dienen zich nu al, denk ik, op een andere manier aan als dat we hier vandaag verliezend terug naar huis hadden moeten trekken. Ja, je noemt het een gelukje, de hensbal uiteraard van Demir. Ja, gelukje. Je moet al in eerste instantie die actie hebben. Ja. En in wedstrijden gebeurt er heel veel. En die jongen heeft waarschijnlijk niet de intentie voor die bal op zijn arm te krijgen. Er was ook niemand in zijn omgeving eigenlijk, dacht ik. Ja, ik denk dat Thomas Buffel denk ik wel in die positie zat. Dat hij, wanneer hij miste, dat hij eigenlijk man tegen man situatie kwam. Dus maar ik denk dat het een duidelijke handspel was. Mm-hmm. Dus daar valt niet over te twijfelen. Dat is alleen heel jammer, want ik denk dat de intentie er niet was. Zou je zonder dat gelukje, zoals jij het zelf genoemd hebt, gescoord hebben? Had je dat gevoel? Ja, of zag je het eerder eindigen op een 0-0? Een glazen bol heb ik niet. Hè? Nee. Ik denk in dat vijfde en zesde kwartier denk ik dat we eigenlijk iets meer de bovenhand kregen dan hun. En dat we iets meer op hun helft kwamen te zitten. En dat er ook wel wat ruimte kwam. Maar ik vind nogmaals gezegd zijnde dat het team die vandaag scoort, die wint die wedstrijd. Ja. Eerste uitoverwinning, de ban is gebroken, zegt men dan? Mentaal? Ja, de ban is niet gebroken. Wij zijn heel content met deze uitoverwinning. Wij zijn heel realistisch. We hebben het nog altijd heel moeilijk op verplaatsing, ook vandaag. Dit vraagt voor bevestiging. We gaan geen luchtkastelen bouwen. We weten alleen op dit moment dat we 20 punten hebben. Dat we er heel hard voor gewerkt hebben. Dat wij die 20 punten verzameld hebben op een basis van een goede organisatie. 9 doelpunten tegen, dan denk ik dat we bij de beste zitten. Alleen moet het naar voren toe nog beter. Dat is leuk dat je dan 20 punten hebt en dat je nog progressiemarge hebt en dat je nog heel hard moet werken aan dat rendement vanuit die organisatie. Ja, weet je wat er 20 kilometer hier vandaan gebeurd is? Heb je dat gevolgd, Peter Maas, als ex-trainer? Ik heb vandaag niet de tijd gehad voor die wedstrijd te volgen. Ik heb het wel gehoord. Mm-hmm. Lig je daar wakker van? Nee, uiteraard niet wakker van, maar ben je daar
bezorgd door? Ja, ik ben er natuurlijk nog altijd betrokken, omdat ik er toch een fantastische tijd gehad heb en dat ik die mensen zeker niet gun. En alleen hard werken, denk ik, is de boodschap daar. En dat ik mijn energie nu volledig stop in een nieuw verhaal, en dat is een KFC Genk. En met 20 punten, daar zijn we heel content mee, maar leedvermaak en medeleven, ik denk, het is in het laatste geval, dat is medeleven. Absoluut. Genk, conclusie op schema? Meer dan. En ik denk ook niet dat wij meer punten mogen ambiëren op dit moment. Dat zou fout zijn, want er is nog wel werk voor de boeg. Maar ik heb een jonge groep. Ik heb op dit moment een groep die enorm hard wil werken voor resultaten. En dat is de basis. En de rest is bouwen. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Peter Maas, voor deze antwoorden. En we gaan naar de bezoekende coach, Stijn Vreven. Ja, algemene vraag. Jouw mening over deze wedstrijd? Ik ben wel benieuwd. Hier zit een ongelooflijke slechte verliezer. Ik vind dat wij heel onverdiend verliezen vandaag. Ik heb ook het gevoel vandaag dat ik inderdaad, nu besef ik dat, trainer-coach ben van een kleine club. Ik ga zeker niet discussiëren over de strafschop. Mm-hmm. Dus heel ongelukkig. Hij geeft hem. Dat kan. Maar al die andere fouten wat ik vandaag gezien heb, die wij tegen hebben gekregen... Ja, dat vond ik... Verstop het dan tenminste nog. Maar doe het niet op deze manier. Zo duidelijk. Ik vraag elke dag. Wij hebben een kwalitatief goede groep. Wij zitten niet hoog in kwantiteit. Ik weet dat wij heel nederig moeten zijn als kleine club. Maar ik vraag van mijn spelers van dag 1 hier. Speel de duels. Ga een duel. Wil elkaar helpen. Ja, als dat niet door één man niet wordt toegelaten. Ja, dan frustreert me dat enorm. Wel goed. Als mijn spelers dan gaan zeggen, ja, trainer, je vraagt dat van ons en wij mogen zelfs niet in de buurt komen van een duel, al die kleine fouten tegen, ja, dat stoort mij enorm. Mm-hmm. En dat is misschien niet resultaat bepalend geweest, maar dat is wel bepalend als je een bepaalde fase van de wedstrijd wil doorduwen, je hebt het publiek achter je, je voelt dat het kan, ja, dan zit ik hier vol frustratie, ik kan het niet anders noemen. Want ik vond ons aan de bal heel degelijk spelen. Ik vond twee ploegen die elkaar sterktes zeer goed geneutraliseerd hebben. Weinig kansen van Genk, weinig kansen van Beveren. Maar ik heb geen enkel moment het gevoel gehad als coach, en dat is soms wel eens anders, dat wij deze wedstrijden konden verliezen. Mm-hmm. Dat het dan op deze manier gebeurt, dat is heel spijtig. Maar ik kan mijn spelers absoluut niks verwijten. Ik heb ze ook gezegd, we kunnen nu wel 3 weken gaan huilen met z'n allen. Maar goed, at least gaat het puur om de harde knikkers. En dan, ja, dan zijn wij wel de heel ongelukkige verliezer vandaag, vind ik. Ja. Zeg je nu dat deze wedstrijd had moeten eindigen op 0-0? Dat de juiste uitslag? Ja, dat gevoel had ik ook, maar ja, deze op basis van de kansen misschien? Deze wedstrijd verdiende geen winnaar op basis van de kansen. En ik denk zelfs, zowel ik als mijn collega hadden het gevoel, ja, wie scoort, wint deze wedstrijd. Ik denk zelfs als onze bepalende speler, die het hele seizoen al bepalend is, als die vandaag een topdag had of een gewone normale dag, dan hadden wij vandaag deze wedstrijd kunnen winnen. En dat is geen verwijt, want hij heeft ons al heel veel punten opgebracht. Maar ik denk dat dat duidelijk was, dat hij niet in zijn dagje was. Want hij heeft een aantal momenten gehad dat hij gewoon de 16 meter in kan, man op man. Ja, en als hij top is, ja, dan is hij daar gewoon bepalend in. En dat was jammer voor ons dat dat vandaag niet was. Ja. Dus nogmaals, de frustratie druipt er hier vanaf. Ja, de bezoekende coach verwijst naar het laatste kwartier, het laatste half uur, dat Genk wel de bovenhand krijgt. Fysiek misschien een beetje onder Waas van Bever op dat moment. Bobijntje was af. Ik vond dat wij 60 minuten zeker niet onderlagen. Integendeel, in het veldspel. Mm-hmm. Dat het dan niet tot de 100% kansen komt, ja, dat kan, hè, als twee... ploegen zich defensief goed hebben ingesteld op de sterktes van de tegenstander. Maar ik vond ons aan de bal een van onze beste wedstrijden. Ja, heel zuiver, goed in de passing, rustig aan de bal, goed positiespel. Nogmaals, ik zit hier alleen gefrustreerd over het resultaat. Ja, wat leer je hieruit? Is het leergeld? Is het een wedstrijd waar je dingen uit kan leren als spelersgroep naar volgende weken toe?
Ik leer hieruit, net zoals andere weken, en dat heb ik ook tegen mijn spelers gezegd. Als wij nu tegen de laatste spelen of tegen de eerste, elke wedstrijd bij ons wordt beslist op momentopnames. En dat was vandaag weer niet anders, maar dat was ook in de wedstrijden hier thuis, dat wij bijvoorbeeld zwaar verliezen tegen Oostende, is ook een cruciaal moment dat wij op een heel goed moment dat wij in de wedstrijd zitten een strafschop tegenkrijgen. Dus ik heb het verschil niet gezien vandaag tussen een topclub en een degradatiekandidaat. Dus daar mogen we zeker tevreden over zijn. Maar nogmaals, een voetbal op dit niveau draait het om één ding. Dat is 3 punten pakken of punten pakken of niet. En dat hebben we niet gedaan. Dus dat moeten we ons zelf, en ik denk ook meneer de scheidsrechter, ons toch aantrekken. Oké, dat is zeer duidelijk. Dank u wel, Stijn Vrever, voor deze antwoorden. We gaan hier de...